Welkom bij het vervolg van dit debat, strijdgesprek tussen Jezus en een paar deskundigen op het gebied van de wet van God. Hij verwerpt hun kritiek. Hij wijst op de tegenstrijdigheid in hun eigen gedrag. En gaat nu het bewijs leveren dat mensenspelregels niet boven de wet van God gesteld mogen worden. En we vinden dat in Marcus 7, vers 11 tot en met 13. Daar zegt Jezus tegen die leerlingen, leraren, ja, wetsleraren, maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen, alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, is korban, wat offergave betekent, waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft en u doet nog veel meer van dat soort dingen. Tot zover. Vlak daarvoor ging het over het eren van de vader en moeder. Dat is een gebod dat in de wet van Israël een aantal keren genoemd wordt. En er staat ook een verbod om een vloek over hen uit te spreken. Nou, daar heeft Jezus op ingezet. Want het blijkt dat de schriftgeleerden, de kenners van de tekst, een regel ontdekt hebben, een manier ontdekt hebben om aan die verplichting te ontkomen. En dat is een hele sluwe manier. Je zegt dan namelijk tegen je ouders, het is korban. Dat betekent, het is een offergave. Marcus schrijft dat er daarom maar even bij. Want de mensen voor wie hij het evangelie schreef, kennen misschien het woord niet. Dat vermoedelijk uit het Aramees komt. En dus moest hij het even uitleggen. Dat betekent een soort offergave. Maar het is veel sluwer dan het op het eerste gezicht lijkt. Een hele sluwe zinsconstructie. Alles wat voor jullie nuttig zou kunnen zijn uit mijn bezit. Alles wat voor jullie nuttig zou kunnen zijn uit mijn bezit. Dat is korban. Alles wat voor jullie dus. En een van de uitleggers, een van de meer indrukwekkende uitleggers moet ik erbij zeggen. Een commentaar uit de Talmud. Maar aan de hand van de Talmud zegt, het is voor jullie korban. Jullie moeten het beschouwen als korban. Dat betekent dat je... Dat het een gift voor de tempel is. Ja, maar zou je kunnen denken, ho, dat betekent dan toch ook dat je je gift meteen aan de tempel moet geven. Nou nee, dat is nog net de truc. Je krijgt als het ware dan er het vruchtgebruik over. De eigenaar mag gewoon het gebruiken zoals hij wil. Mag er plezier van hebben, mag er wat mee doen. Pas als je doodgaat, gaat het naar de tempel. En de ouders krijgen dus helemaal niks. De winst voor de tempel is duidelijk. Zo leg je als het ware een erfenis vast. Het verlies voor de ouders van zo iemand is ook volstrekt duidelijk. Want dat zou kunnen betekenen dat ze hun hele levensonderhoud kwijtraken. Hun onderdak, voedsel, de eten, drinken. Dat ze alles kwijtraken en tot de bedelstaf veroordeeld worden. En dat gaat onmiddellijk in. Wanneer iemand een korbanbelofte gedaan heeft, dan is het vanaf dat moment ook geldend, zeggen de schriftgeleerden. En dan mag je dus ook niks meer daarvan besteden voor je ouders. Ook wanneer je medelijden met ze krijgt of wat dan ook, zeg maar. Niet meer, want je hebt een belofte gedaan. Het is voor de tempel. En je kunt de belofte aan de tempel, huis van God, zomaar niet verbreken. Kan echt niet. Je zit in je belofte vast. Het moet uiteindelijk allemaal naar de tempel. Jezus zegt, kijk nou eens goed naar dit voorbeeld. Daarmee is door jullie slimheid en sluwheid, is het woord van God dat spreekt over het eren van je vader en moeder, totaal ontkracht. Het is ongeldig gemaakt, juridisch. Jullie zijn erop uit geweest om het juridisch buitenspel te zetten. Hoe erg is dat? Hoe slecht is dat? Het is toch totaal tegen dat wat God wil in. En dit is niet het enige. Er zijn meer van dat soort voorbeelden. Dit soort dingen doen jullie vaker. Net zo lang sluw doorredeneren tot je een gaatje vindt, een piepklein muizengaatje, waardoor je kunt ontsnappen aan iets wat je niet lekker vindt om te doen. Aan offeren en dergelijke bijvoorbeeld. Tegen Gods woord in. Dit is handelen tegen Gods woord in. Moet je je voorstellen dat hij dat zegt tegen een aantal mensen die door zichzelf en door alle anderen erkend worden als deskundigen op het gebied van de uitleg van de wet van God. Hij zegt tegen de lui die vinden dat ze er verstand van hebben, jullie maken er misbruik van. Dat is nogal schokkend.
wat zou het resultaat geweest zijn? Nou, dat weten we niet precies op van deze situatie, maar in algemene zin is dat wel duidelijk. Want een groot deel van de geestelijke leiding van Israël werd op een duur frontaal tegenover Jezus. Er kwam frontaal tegenover Jezus te staan. Die moest hem niet, ook onder andere door dit soort dingen, want ze worden toch compleet in hun hemd gezet door deze uitleg. Ze staan in één keer klem. En er zijn meer van die voorbeelden waarbij Jezus met een simpele zin hun in hun redeneringen vastzet en aantoont dat het niet deugt wat ze redeneren. Ze zullen er geen vriendjes van geworden zijn. Waarschijnlijk. Misschien dat er bij waren die tot zichzelf kwamen en dachten van dit is ook eigenlijk wel heel raar eigenlijk. Dit moet ook helemaal niet zo. Dit doen we helemaal niet goed. Dat moet ik nooit uitsluiten. Maar ik acht de kans klein. Jezus' positie is ondertussen wel heel duidelijk geworden. Luister naar het woord van God. Zorg ervoor dat je overleveringen en je praktijken niet in strijd zijn, maar dat wat God ten diepste wil. En als je God van harte probeert lief te hebben, omdat hij jou van harte lief heeft, dan kom je daar wel uit. Dan ontdek je wel wat je beter niet en wat je beter wel kunt doen. Anders neem de hebzucht je te pakken. Kijk uit. Voor je het weet zit je naar jezelf toe te redeneren. En oordeel niet zomaar over iemand anders. De wetgeleerden oordeelden over de leerlingen van Jezus, want ze aten zonder hun handen te wassen. Nou, daar is Jezus ook nog niet mee over uitgesproken. Dat komt later nog. Maar ze zaten te oordelen. En dat is iets waarvan de Bijbel zegt, doe dat niet zomaar. Denk na. Vraag je af, wat is de situatie? Wat is de nood? Wat is de zorg? Hoe komen mensen naartoe? En als dat dan duidelijk is, dan kun je beter kijken hoe het in elkaar steekt. En kijk ook vooral naar jezelf. Want wij zijn geen haarbeter. Ook in ons leeft dat soort gedrag. Leven dat soort motieven en dat soort neigingen. Wees erop bedacht. Onderhoud een gezond soort argwaan over je eigen motieven. En toets die voortdurend aan wat God wil. Dan leef je een leven dat zoveel mogelijk een eenheid is. En zoveel mogelijk ook de eenheid van Gods wet laat zien. Zo zegt Jezus. En zo doet hij het zelf ook. Wat hij zegt, doet hij zelf. Tot zover. Misschien tot ziens. In elk geval, God zegen toegewenst.